Hoe is dit mogelijk? Ajax wordt uitgeschakeld door Benfica. Ja, ik vraag het mezelf ook af. En, uh, ja, Ajax uh, liet Benfica in zijn kracht komen. Uh, in deze wedstrijd. Uh, ja, ze zijn eigenlijk de middellijn niet over geweest. We behouden ze de eerste vijf minuten. Toen gaan ze nog wat druk naar voren. De rest niet. Ja, en zij hebben het vermogen om gewoon te wachten. Te wachten. Te wachten. Desnoods zotten met de penaltyreeks. 0-0 uh, vonden zij uh, prima. Zeker nadat uh, die 2-2. Uh, die uitgespeelde, of uitgescoorde doelpunten tellen niet meer. Het spel de bal was uitstekend. Net als uh, de organisatie verdedigen. De restverdediging. Maar ook de pressing. Ja, we hebben denk ik uh, totaal gedomineerd daarin. En dan is het heel wat bitter. Dat je ja, een klein moment van onachtzaamheid, dat je een tegengoal krijgt, en dan lig je eruit. En ja, daar zullen we mee moeten leven. Dan is er een beetje een dubieuze vrije trap. Maar ja, die zijn er natuurlijk wel meer in een wedstrijd. Die hoeft er nog niet in te vliegen. Een heel ongelukkig moment met een vrije trap, wat geen vrije trap is. En ja, dat zit dan net allemaal niet mee. Ja, en dan uh, Darwin Nunes. Uh, ja, die zet zijn hoofd er tegen. Onana zit er helemaal naast. En ja, we zeiden allemaal uh, uh, toen Pasveer uiteindelijk op de goal moest: van uh, ja, we moeten Onana op de goal. Want dat is de beste keeper uh, die Ajax heeft. Nou, dat is tot dusver niet gebleken. En hij heeft zijn ploeg niet kunnen uh, boeden voor, uh, voor een nederlaag. Nee, ik denk dat miscommunicatie is daar. En nou goed, en als hij komt, dan duidelijk, dan moet hij hem hebben. Ja, hoe hard komt deze klap aan, denk je bij Ajax? Want dit is het podium waarop de Amsterdammers willen acteren. Hè? De Champions League, hoge ogen gooien in Europa. En dan lig je er al zo vroeg uit. Ja, en zeker nadat uh, groepsfase natuurlijk uh, zijn doorgekomen met zes overwinningen. Ja, en toen draaide het allemaal wat beter. En uh, toen zag je Haller wel. En je zag Haller eigenlijk ook in Lissabon. Maar in Lissabon is eigenlijk uh, de ommekeer gekomen in de tweede helft. Hè. Toen uh, werd Ajax bijna onder de voet gelopen door een heel opportunistisch uh, Benfica. Wat eigenlijk alles of niet speelde. En uiteindelijk uh, ja, kwam Benfica met de schrik vrij daar, 2-2. Uh, maar dat was voor Benfica een prima uitgangspositie en voor Ajax niet. En Ajax ja, wil altijd een spel maken. Maar het blijkt dat keer op keer dat het toch wel veel moeite heeft om zo'n 5-3-2 of een 5-4-1 systeem. Om dat omver te blazen met 4-3-3. En als. Jongens als Anthony uh, Tadic, uh, Berghuis, als die dan eigenlijk niet thuisgeven met hun individuele actie, dan wordt het, uh, wordt het karig en dan, dan heb je gewoon moeite om een ploeg als Benfica. Uh, ja, om die in Nederland toe te dienen. Uh, ik denk bijna alles goed gedaan heeft deze ploeg vanavond. En dan is het heel erg ongelukkig, die vrije trap, wat niet eens een vrije trap is. Hè? Dat, uh, en, ja, en dan gaat zo'n bal binnen. En dat is ja, heel, heel zuur. Werkt deze nederlaag nog door naar zondag, denk je? Nou, je had er wel door dat uh, Tenach al bezig was direct na afloop om de scherven bijeen te rapen. Uh, en, en dat doet hij dan uh, door zijn ploeg complimenten te maken. Uh, want hij, hij vond ook dat er goed gespeeld werd, uh, uh, dat, dat er ook kansen waren. Nou, die kansen heb ik niet gezien. En dat spel, iedere keer zag je dat Ajax eigenlijk gewoon net iets tekort kwam. Als je op dit niveau blijft spelen, maar dat is niet makkelijk. He, want dan zullen we de, de energie weer moeten voor vinden. Maar, en dan leren van die kleine fouten, ja, dan kan het een mooi slotstuk van het seizoen worden. Het moet weer fris worden. En dat is het uh, op dit moment zeker niet. En ja, ten nacht zal daar uh, ja, alle, alles aan moeten doen om dat uh, terug te krijgen, die frisheid. Want als er speler zoals tegen, uh, tegen Benfica, ja, dan wordt dat ook gewoon een lastig verhaal tegen Feyenoord.